Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag, even kijken, woensdag 8 november. En ja, ik ben vandaag een dagje vrij, zoals best wel veel dagen, maar ja. En ik ga zo meteen even naar Den Haag toe. Ja, want ik moet nog even wat dingen kopen en moest toch mijn dag een beetje opvullen. En ja, dus dat eigenlijk. Ik heb voor de rest niet zoveel op de planning staan. Ik moet morgen, hoef ik ook niet naar school, overmorgen ook niet. Want er is daar toetsweek en omdat ik net pas nieuw ben op school, hoef ik mijn toetsen nog niet te maken. Dus ja, dat is wel chill. Dus ja, dit was eigenlijk even mijn intro. Hij staat niet scherp. Oké, ik ben nu in Den Haag met Bram en we zijn nu in de solo. Mijn camera is leeg. Kijk daar linksboven. Lekker man. Wat hoor ik? Hier, kijk. Wat hoor ik? Een make-up video, oké, een beetje plamuur aanbrengen. Oké, wacht. We moeten even... Wat hoor ik? Dat is de feest. Oké, we gaan even wat leuke dingetjes laten zien in de solo. In de solo. We beginnen hier met... Wow, dat is nog best zwaar. Ja, dat is voor wielen. Om mijn velgen eraf te halen. Nee, dat is een gevaren driehoek. Dat staat erboven. Gevaren driehoek. En er zitten vier dingen aan. Dat is dit, denk ik. Oh ja, ik heb iets bij de Topshop gekocht. Daar zo. Het komt allemaal in de shop. Het komt allemaal nog in de shoplucht. Het zijn te skeer om batterijen erin. Oh. Hey, hey. Voor je verjaardag wil je toch wel een kroon? Oh. Ja, Bram en ik zijn bijna. Bram en ik zijn bijna jarig. Oh, het is gewoon te groot voor mij, te klein voor mijn hoofd. Dit ding is van karton. Bram. Lekker. Oh, nou, ik ben net zo naar de Mac geweest. Maar... Ik heb helemaal niet het eten gefilmd bij de Mac. Nee. Oh, dit ga ik voor Gino kopen. Pikachu. Hoe duur is het? Anders koop ik het echt. Nee, ik denk dat hij dat niet leuk vindt. Gino gaat als hij hier gaat lopen. Zou ik dit even aantrekken? Oh, mijn camera is niet scherp. Ja, nu wel. Waar zijn al die leuke dingen gebleven? Hè? Boe! Boe. Oké, okay, we gaan even een workout. Okay, we moeten nog... Goedemorgen, het is vandaag donderdag 9 november. Sorry dat ik gisteren opeens zo plots filmde met stop. Zo. Dat ik opeens zomaar stopte met filmen. Maar mijn camera was leeg en ik was hem ook gewoon vergeten op te laden. Dus ik moest dat in de avond doen. Dus dit is weer het eerste dat ik film. En het is nu 2 uur bijna en ik moet om 2:30 werken. Ik ben nog even wat eten aan het maken. En ik heb ook een pakketje gekregen, dus die ga ik zo meteen even aan jullie laten zien. Maar ik ga nu eerst even wat eten maken. Ik ga heel even een broodje eten en nog even een video kijken. Dan ga ik snel mijn spullen laten zien en dan ga ik naar werk toe. Oké, ik ga even snel nog een pakketje laten zien dat ik net kreeg. Ik liep bijna mijn MacBook vallen. Oké. Ik heb namelijk een nieuw pakketje. Namelijk de Beauty Box. En die ga ik unboxen. Ik zal even snel kort uitleggen wat het is. Want je kan deze box bestellen voor €14,95. En dan wordt die gewoon... Laat maar zeggen, dus voor elke maand kan je een nieuwe box bestellen. En dat is, kost dus €14,95. En dan wordt het gewoon inclusief verzendkosten bij jou thuis afgeleverd. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Dit is de eerste keer dat ik hem heb ontvangen. Je kan hem... Hier zat een stickertje, die heb ik eraf gehaald. En dan kan je hem zo open doen. En de binnenkant ziet er zo uit. Ik zal ook een linkje naar de website in de beschrijving zetten. Zoals je hem bijvoorbeeld zelf zou willen bestellen. Hier is het foldertje met wat er allemaal in zit. Met informatie. Maar daar wil ik eigenlijk nog niet naar kijken. Want dat vind ik niet leuk. En ik hou echt van pakketjes met dit. Want dat vind ik echt mega mooi. Oké, ik ga gewoon even kijken wat er bovenop ligt. Dit ligt er bovenop. Make-up verwijderen met water. Oh, dit is zo'n... Zo'n soort handschoen of zo'n soort doekje waar je make-up mee kan afhalen. Zo ziet het eruit. Oké, hier kan je dus je make-up ermee afhalen, zo met water. Ik ga deze vanavond even proberen. Het tweede dat erin zit is dit. Dit kleine schattige doosje met flamingo's erop. Een super intense oogschaduw. Oké, er zit een blauw klein schattig doosje in. En hierin zit dus een oogschaduw. En het is een blauwe en een gouden kleur.
deze. Dan het derde wat erin zit is een droog shampoo. En dit is super chill. Want ik heb nog geen droog shampoo. En ik had wel altijd eentje van Batiste. Even ruiken. Oh, zo. Oké, deze ruikt gewoon heel fris. Een beetje naar deo ruikt hij eigenlijk. Maar dit is super chill. En hier kan je, als je bijvoorbeeld een beetje vet haar hebt, kan je die gebruiken. Dan zit er nog een heel klein schattig doosje in. Oh, dit is zo'n Jumbo potlood. Plumping lip tint. Oh, dit kan je dus ook voor op je wangen, of niet? Het is in ieder geval ook voor je lippen. Zo, hij is heel goed gepigmenteerd. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik moet zo werken, dus dit is niet een heel slim idee. Het zit nu helemaal op mijn handen. Maar dit is dus een soort lipstick. En als laatste zit er nog een oogschaduwkwast in. Wat is dit voor een kwast? Eyeshadow brush. En ik heb al van dit merk een kwast en die is heel erg fijn. En die is van het merk Luxe. Dus dit is alles wat er in de box zit. De rest zit er alleen maar van dit spul bij. En deze box kan je dus bestellen voor €14,95. En ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Oh ja, toen ik nog in de stad was gisteren, heb ik ook nog twee dingetjes gekocht. Dus die laat ik snel ook maar even zien. Oké, mijn camera staat zo niet stabiel. Als eerst van die Polaroid foto's. Dit was €16,50 of zo. €16,50 en er zitten 20 foto's in. Maar ik ben bijna jarig en dan vind ik leuk om die Polaroid foto's te maken. En ik had nog deze nieuwe trui van Champion gekocht. Deze in het donkergroen. Deze was €45 of zo. Ik ga nu snel werken, want anders kom ik te laat. Oké, goedemorgen. Goedemiddag bedoel ik. Het is vandaag vrijdag. En ja, ik zei dat ik gisteravond nog iets ging filmen. Maar ik sliep gisteravond niet thuis. Dus daarom had ik niks meer gefilmd. Ik lijk echt ziek dood. Ik heb namelijk geen foundation en zo op. Want ik wil dat gewoon wat gaan minderen. Dus ik ga gewoon binnenkort... Ja, ik probeer vanaf nu gewoon mijn wenkbrauw en mijn mascara te doen. En meer niet. En mijn huid is ook veel beter. Dus dat kan op zich wel. Maar ik ga zo meteen naar een sportschool toe. Met Bent en met Florence. Want ik heb de hele dag in bed gelegen. En het is nu 2:45. Ik heb met kwart over drie met Bent afgesproken om te fietsen naar de sportschool. En ik heb er echt geen zin in, maar ik moet. Ja, ik weet nog niet echt precies wat ik allemaal ga doen. Wat wil ik nou nog vertellen? Ik wil iets belangrijks vertellen. Ik heb geen idee, maar ik heb dus heel even mijn make-up gedaan. En ik was even muziek aan het luisteren. Zo, goedemorgen. Nee, maar wel serieus, welke dag is het? Oké, moet wel schrijven. Nou ja, boeien maakt niet uit. Oké, het is nu zaterdagavond. Ik heb nog helemaal niks gefilmd vandaag, omdat ik de hele dag moest werken. Maar ik ben nu met Julia. Yay! En we gaan zo meteen uit. Heel erg leuk. Maar we hebben nu even ons omgekleed en we gaan heel even wat drinken. En dan gaan we zo meteen uit in Lisse. Het is in Lisse, toch? Ja, ja, oké. Heel sterk is het. Dus dat was even wat ik wilde vertellen. Maar je hoort de muziek niet hard genoeg. Oh jezus, zij moet hier harde muziek. Zijn onze huwelijksplannen nog? Je moet even aan mijn kijkers vertellen hoe je mij kent. Jongens, ik moet morgen om 12 uur werken. Besef dit. Waarom ligt daar een broodje? Oké, dit is een broodje. Het is één hapje uit. Ik had honger. Ik had honger. Maar is die van de Dirk? Nee, mijn hoofd niet. Nee, natuurlijk niet van de Dirk. Dat ga ik niet halen. Dat is keer. Sorry voor. Ik heb nu even cola. Ik heb energy met vodka. Stay hydrated. Altijd. 18 plus. Yeah, let's go. Oké, ik lijk wel een beetje op een man. Oké, ik lijk een beetje op een man, maar wij gaan nu uit. Doei! Doei! Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben vandaag vrij, maar ik moet nog mijn sleutels bij Julia ophalen. Die was ik dus vergeten. Dat als het goed is, hebben jullie dat ook als laatste in de vlog gezien. En ik moest gisteren de hele dag werken, dus toen heb ik niet gefilmd. Ik ga snel even een tostietje eten, want mijn trein gaat... Oké, ik moet er voor 10 minuten weg. Lekker slim. Dus ja, ik ga even snel deze tostie opeten en dan
zie je mij zo meteen weer. Ik ben weer thuis om mijn sleutel halen. En ik moest ook even dingen bij de apotheek ophalen. Want ik heb 20 november. Dat is de dag na mijn verjaardag. Want ik ben zondag jarig. Aankomende zondag. Yay. En 20 november heb ik dus een allergieonderzoek. Superleuk na mijn verjaardag. Maar maakt niet uit. Dus ik moest even zo'n medicijnoverzicht ophalen. Niet zo bijzonder. En ik ben nu de hele dag vrij. En het is nu, ik hou op mijn horloge kijken, maar ik heb geen horloge om. Het is niet zo laat. Ik denk dat het nu 3 uur is of zo. En ik hoef morgen pas weer te werken. En ik ga er eigenlijk zo meteen even een cadeautje uitzoeken voor mijn verjaardag. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Ik weet al een paar dingen die ik wil, maar ik weet het gewoon niet zeker. Dus ja, daar ga ik nu eventjes naar kijken. Goedemiddag, ja. Het is vandaag dinsdag en ik ging gisteravond sporten. Dus ik had daarna niks meer gefilmd, want ik had niet meer zoveel zin. En ik moet zo meteen werken en ik moet nog steeds een cadeautje uitzoeken voor mijn verjaardag, want ik ben zondagjarig. Maar ik moet over 10 minuten weg en ik moet nog deze mascara boven mijn ogen halen. Ik moet me nog omkleden. En ik moet nog gaan eten, want ik heb vandaag nog niks gegeten en ik sterf echt. En ik moet vandaag wel zo lang werken. Ik moet namelijk tot 7:45 werken. Dus daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ik ga nu even beneden wat eten maken. Goedemiddag. Het is vandaag donderdag 16 november. En ik ben vandaag gewoon naar school geweest. Eindelijk weer na 2 weken. En ja. Dit hoort nog aan de vlog van eerst. Maar ik heb dus geen idee hoe lang die is. Dus ik dacht, ik vlog vandaag er nog even bij. Want ik ga nu namelijk de vlog bewerken. Dus dan kan ik gelijk even zien hoe lang die is. Het is nu 2:30 of zo. Ik moest tot 12 of 1 uur naar school. Ik heb net ongezond gegeten. Heel slecht, want ik ben de hele tijd bezig met sporten. Maar alsnog even ongezond eten. Ja, ik ga nu even op de bank YouTube video's editen. Want ik heb echt super veel video's opgenomen. Maar ja, moet ik ze natuurlijk wel editen. Want anders heb ik er niks aan. En ja, dat was het eigenlijk. Ik moet morgen ook naar school. Zaterdag vier is een soort van een klein beetje mijn verjaardag. En zondag ben ik jarig. Het is vandaag vrijdag 17 november. En ik heb vandaag nog helemaal niks gefilmd. Want dit is het einde van de vlog. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei doei!